Ja, Jeff Snijders, ik heb het er zo net met Dirk Verkouter over gehad. Die nul houden moet enorm veel deugd gedaan hebben. Eindelijk, denk ik dan. We hebben al een paar keer echt een stomme tegel gehad. Zelfs op een counter als 2-0 voor stond, gelijk van de week. En een nul, het is toch belangrijk voor een verdediging, voor een keeper, voor het vertrouwen. Natuurlijk, als we elke week 6-1 kunnen winnen, dan gaan we mij ook niet horen klagen. Maar een nul is voor een keeper en een verdediging wel leuk. Ja, die nul is belangrijk voor het vertrouwen. Misschien zeker met oog op de volgende 2 weken. Ja, ik denk sowieso, maakt niet uit welke matchen. Ik ben eigenlijk ook niet bezig met een tegenstander, wie of wat. Het is Sint-Leenaard zijn pelt nu. Maar ja, we pakken die matchen aan gelijk dat wij altijd een match aanpakken. En ik denk dat zij zich altijd gaan aanpassen aan ons. En voor mij verandert er niet veel of dat nu tegen pelt is of dat is hier vandaag. Ja, dat lukt niet, ik doe dat vast. Of dat is hier vandaag, dat maakt voor mij niet uit. 2 ballen op de dek laat na, denk ik dat de tegenstander vandaag eigenlijk ja, jou met rust heeft gelaten, om het zo te zeggen. Ja, ik denk 1 bal de paal dat ik nog net kan tikken. En dan 1 bal van boven op de dek laat waar dat zelfs geen kans was. Ik heb al heel veel gezegd, dat zijn voor mij een heel moeilijke match. Ik had in de eerste helft vaak zoiets van, kom aan nou, focus. En er is maar 1 bal en gezien weer vandaag. Dus ik vind dat geen leuke match. Ik geef me dan maar werk, klik op Hades. Maar oké, de 0 en dat is top. Je kan!